De presentielijst wordt hier getekend door Emiel Klein van de WSV Emmen. Dat doet ook zijn collega Hidde van Nauw. En ook Marco Bos uit Rode van Joop Piels. Voor het eerst in anderhalf jaar op 19 maart won hij weer een koers de Ronde van Haarlemmerlieden. Vorig jaar natuurlijk lang uitgeschakeld geweest door een valpartij. En dit jaar denk ik van, ik wil toch weer een keer proberen. En eigenlijk dat het gelijk al in maart lukt, dat is wel verrassend vind ik zelf. Twee keer al de overwinnaar hier. Nou, dan zou het mooi zijn natuurlijk om daar eens een derde aan toe te voegen. Ja, zeker weten. Maar de derde is toch de moeilijkste. Ik heb het de jaren erachterna dat ik hier gewonnen had, toch geprobeerd. En het lukt steeds niet. Dus, ik ga net zo lang door tot ik hem heb. Dus, en als het dit jaar niet is, dan moet ik er nog een jaar bij aanplakken. En dan nog een jaar. Dus we gaan gewoon door. Misschien deze Bert-Jan Lindeman uit Assen, de collega van Marco Bos, wel een van de grote favorieten. 156 renners worden hier weggebeld en na 5 kilometer hebben we al een sterke kopgroep van 18 man. Met daarbij 4 mannen van Joop Piels, dus Marco Bos en Bert-Jan Lindeman. Ook 4 mannen van de Noordelijke Wielervereniging Groningen. Hier sluit ons laatst aan Frank Vreugdenhil uit Elderslo. Dan daar ook bij Jos Harms van Metec, van de ploeg van Allard Engels. Allen Veenstra, Bas de Haan van de WSV Emmen. En hier een pechvogel, dat is namelijk Willem Sietse Sipkema van wielervereniging Meteor Assen Rode. Hij heeft remproblemen en geeft de pijp aan Maarten. Na 23 kilometer een valpartij. 6 renners, met daarbij ook Martijn Vos uit Eelderwolde van de Noordelijke Wielervereniging Groningen. De diagnose van de rondearts is gebroken arm. Hier zien we Wim Stroetinga van de formatie Koga Ubbings. Ze hebben verschrikkelijk veel werk verzet in het peloton om de achterstand te reduceren van 2 minuten 10 tot 30 seconden. Maar dan is er een valpartij van de collega van Stroetinga, Roy Boeven. En dan wordt dus toch dat ritme verbroken. Hier even overleg Bas de Haan met Martin Slim, de ploegleider van de WSV Emmen. Ook eventjes voorziening van drinken bij de kopgroep. En hier zien we dan het peloton niet meer in een lange waaier. Dus het ritme is er inderdaad uit. Dat geldt niet voor de kopgroep. Want hier zien we dus de formatie van Joop Piels met de 4 mannen voorin die het tempo maken. Achteraan zien we hier Niels de Blauw van de Noordelijke Wielervereniging Groningen. Niels komt uit Gieten. Dan is er ook even overleg van Han Vaanholt met Bert-Jan Lindeman. Jeroen Breuwel van Koopmans Batavers moet afscheid nemen van de kopgroep. En dat heeft alles te maken met een demarrage in die kopgroep, waardoor het tempo is verhoogd. We zien hier namelijk Bert-Jan Lindeman, Niels de Blauw, Jos Harms. Zij maken dus de forsing. Worden hier gedikt in de rug natuurlijk door broer Adrie Lindeman. En ook Jarno Gmelig Meiling van die Pulsformatie. En dan is het Bert-Jan Lindeman die hier solo over de finish komt. En eindelijk dus zijn PWZ Zuiderveld Tour wint. Gevolgd door Jos Harms en Niels de Blauw. Ja, dat is wel heel mooi hoor. Dat is wel, je voelt, het is gewoon een heerlijk gevoel dat je de laatste kilometer, dat je weet dat je hem gewonnen hebt. Dat is het mooiste. Wanneer had je door, het zit erin vandaag? Ja, wanneer heb je dat door? Ja, kijk, hoe zeg je dat? Ik heb hier al zo vaak naast gegrepen, dus pas de laatste kilometer dacht ik echt van, ik kan hem hier winnen. Ik rekende me niet te snel rijk. Het was voornamelijk een duel Joop Piels, Noordelijke Wielervereniging Groningen. Ja, klopt. Er zaten ook met heel veel mannen erbij. Dat is wel mooi. Mijn broer zat er ook bij, dus dat is wel genieten.